2-2 tegen Fortuna Sittard. Moet je daar nu blij mee zijn of teleurgesteld? Nou, niet teleurgesteld sowieso niet. Wel een mix gevoel omdat je twee keer voorkomt. Zeker als je kwartier van tijd voorkomt, denk ik, nou, we kunnen ook winnen vandaag. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat we tegen een vrij goede tegenstander spelen. En die individueel hele sterke spelers heeft. En we moesten volle bak alle zeilen bijzetten om het bij te benen. Dus in die zin was de uitslag uiteindelijk terecht. Ja, want de ploeg had het zwaar en toch kom je op voorsprong. Dat is wel netjes. Ja, geweldig goal van Nico. Een beetje uit niks natuurlijk. Zoveel kansen hebben we niet gecreëerd. En dan schiet hij geweldig binnen, de eerste. Nou, ook die tweede goal was een super goal. Met invallers Ritchie en Oscar. Is daar een Zweedse discussie over ontstaan? Wie hem nou op zijn naam krijgt? Ik heb dat niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet meer bezig. Ik heb wel de goal van achter de goal gezien. Ja, had erin gegaan. Maar ik heb me ook wel voorstellen dat je een bal niet laat lopen. Want hetzelfde gaat, je beseft niet of hij erin gaat of wel erin gaat. Dus dat snap ik wel. Dus ik zoek ze maar eens twee uit. Die 1-1, die zag je een beetje aankomen. Dat was een fase waarin we het moeilijk hadden. Ja, ze gingen volle bak. En dat is wat ik zeg. Ze hebben echt een goede ploeg. En ook een goede bank. Dus we hadden daarin moeite. En eigenlijk net op het momentje dat we met een blessure, met Noah een blessure hadden. Ja, daar kwam ook de goal uit, zeg maar. Dus dat was wel ongelukkig. Ja, en dan die 2-2. Dat is helemaal een bijzonder doelpunt. Ja, we stonden precies in die lijn. En niemand verwachtte daarvan aan dat hij schiet. Hij raakte hem geweldig. Dus dat was een hele mooie goal. Koppositie was inzet van deze avond. Uiteindelijk win je allebei niet. Dus op naar volgende week dan wellicht. Ja, wij waren daar niet meer bezig, moet ik eerlijk zeggen. Bezig om de ploeg beter te laten voetballen. Dan hebben we gewoon een goede week gehad. En ook vandaag hebben we weer gezien dat we tegen een goede ploeg gewoon kunnen battelen en mee kunnen. En we scoren relatief makkelijk op dit moment. Dus dat is fijn voor het mentale gedeelte ook. Dus ja, we hebben gewoon een goede feit te pakken. En ik word er wel blij van als ik mijn eigen ploeg zie. Wat dat betreft was een koppositie alleen voor het plaatje geweest even leuk om te maken. Maar ik denk dat je wel tevreden kan zijn over die start van dit seizoen. Nee, zeker. We hebben tegen drie hele behoorlijke ploegen gespeeld. En dan zie je dat we mee kunnen. Dus daar zit gewoon ook nog rek in dit team. Dus dat geeft een heel goed gevoel. Dus ben er blij mee. En weer drie jongens erbij gekregen afgelopen week. Ja. Waarvan we de twee vanavond in actie hebben gezien. Dat moet de ploeg ook uiteindelijk sterker gaan maken. Ja, zeker. Je merkt van de week al in de groep, er werd positief op gereageerd. Ook vooral goede gasten met het juiste karakter, gedrag en houding, zeg maar. Dus dat is echt heel kieskeurig in geweest. Dus dat is goed te zien. Maar ook kwalitatief brengen ze gelijk iets. Ook op trainen, dat je denkt van het niveau gaat omhoog. En dat moet ook, want het is zwaar Eredivisie. Maar we hebben wel een goede lijn te pakken, ook met name met scoren. Vorig jaar was zo'n hot item met scoren. Nou, nu heb ik drie goede spitsen, want Ritsje maakt eigenlijk zijn tweede goal. En ik heb Troijgis aan het werk gezien op trainen. Dat ziet er ook waardig uit, dus die gaat ook wel een paar maken dit seizoen. Nico is in vorm, dus dat is fijn voor hun, maar ook voor de ploeg. Voor de concurrentie in de ploeg? Ja, voor de concurrentie in de ploeg. En Troijgis is niet wedstrijd fit, die hebben we echt nog een aantal weken nodig. Die is geopereerd, die traint nu pas een paar weken. Dus daar kunnen we mooi voorzichtig mee zijn. En hopelijk dat het blijft alle drie heel, dan kan de keuzes maken, dat is prima. En wat leuk is, wat er ook gebeurt, het publiek heeft altijd wat te zien hier in het stadion. Nou, dat is natuurlijk ook fijn. Je wilt natuurlijk ook publiek van maken. En als je ziet hoe het is, al saai, met twee delen zeggen, evenerend. En ook genieten morgen. En dat, daar komen de mensen ook voor goed voetbal en een fris team die strijd levert. Ja, en dan krijg je ook de wisselwerking met het publiek weer. Nou, dat is natuurlijk voor iedereen fijn. Dat zijn wij ook, hè? Excelsior, met elkaar. Nou, dat zie ik heel goed op dit moment. Dus ook daar word ik blij van.